Hey Richard, dit is Stefan. Ik zal je nog laten zien hoe de arcadekast is uitgekomen. Het is een 21 inch beeldschermpje wat er nou in ligt. Er mag op zich wel wat groter zijn. Alleen, ja, daar heb ik het geld nu niet voor, dus gaan we het momenteel gewoon zo spelen. Het coinslot is in werking. Ik heb hem zo ingesteld dat de muntjes automatisch rejecten, zodat ik niet steeds mijn guldens uit de bak hoef te halen, of euro's, of whatever. Hij accepteert momenteel alles wat erin gegooid wordt. Ik ga hem even aanzetten voor je. Eén knop achter de arcadekast die in één keer alles aanzet. Ligt nu een P4 dual core ligt erin. Alle spelletjes redelijk tot zeer goed draait. Ik kan Killer Instinct, Street Fighter, Killer Instinct 2 draait ook prima. Ik had eerst de Mala draaien, maar ik ben me overgestapt naar de Hyperspin. Dat toch iets meer het idee geeft dat je echt op een arcadekast games loopt te selecten. En mede omdat hij een fijne favorietenlijst heeft. Eens even kijken. Favorieten. View. Mortal Kombat 3. Dat is gewoon een simpele druk op de knop. Start het spelletje. Nou ja, alles werkt gewoon zoals het waarschijnlijk ook bij jou werkte. Knopjes zijn nog in zeer goede staat. Zoals je hoort, accepteert hij de coins gewoon en dit is de startknop, anders knop is te kort voor Mortal Kombat 3. Maar ja, dat is hier dan zo ongeveer. Ik heb een trelletje in de marquee gegooid en een subwoofer erin gegooid, zodat we extra kunnen knallen. In ieder geval hartstikke bedankt, we zijn er heel erg blij mee hier. En ik hoop dat je de video zoiets vindt. Mocht je ooit vervelen, kom een rondje langs en kunnen we een rondje spelen. Laters!